maar een paar kilometer. Kom op, trek maar een paar kilometer. Het vierdaagse is heel leuk, heel gezellig. Gelukkig de laatste dag, want ik ben er wel een beetje klaar mee. Overal. Ik vind het heel erg leuk met alle Via Gladiola. Ik vind het heel gezellig. En waarom vind je het dan zo gezellig? Alle feesten, dat vind ik gewoon heel erg leuk. Al die mensen klappen voor je en deugd voor je dat je het goed hebt gedaan. Ik kwam één keertje lopen. Ja, het is, zie je, het is super gezellig. En waar verheugde jij je vooral op? Op dit moment, de Via Gladiola. Vind je het leuk bij het V-team? Ja, heel leuk. En wat is er dus zo leuk aan het V-team? Het is heel gezellig. Veel kinderen om mee te kletsen en zingen. Allemaal dingen gaan doen en logeren met elkaar. Dat is allemaal heel leuk. Je kan ook meer mensen leren kennen. En nu word je ook vrienden met elkaar. Je kent elkaar niet en ja, dan word je wel vrienden. Wat vond jou nou het leukste aan de Vierdaagse? Dat je vrienden kan maken en dat je... Voor vrede, vrijheid en vriendschap mee doet. Alle mensen die langs de kant staan en die je aanmoedigen. Waar we nu lopen vind ik het allerleukst toch wel. Allemaal van harte gefeliciteerd. Ik ben ontzettend trots. Ik sta gewoon stralen omdat jullie allemaal bijna aan de finish zijn. En nog even één bochtje om, twee bochtjes om, sorry. En dan is het zover. Dan kan je eindelijk zeggen, ik heb de Vierdaagse gelopen. Wat vond je het allerleukste? Ik vond de Via Gladiola. Het voelde we er bijna zijn. En dat ik gewoon de Vierdaagse uit heb gelopen. Dat is eigenlijk gewoon het beste gevoel. Het is eindelijk officieel. Hoe voel je je? Geweldig. Ik ga bij jou feesten. Wat was deze week het allerleukste? Deze dag. Dat was de leukste dag van mijn leven. Wat vond jij het allerleukste van deze week? Dat ik de finishvlag zag. Ja. En dat ik dan eindelijk weet dat het na 4 dagen voorbij is. En dat ik 127 kilometer heb gelopen. 3, 2, 1.